En dan de 500 meter voor de mannen. Dit is de uitgangssituatie. Dan Jansen leidt het klassement, 192 punten. Hij won tot nu toe 6 keer een 500 meter voor de wereldbeker. Sergei Klevchenja, de Russische sprintkampioen, is tweede. En Igor Zelesovski, de grote man van de 1000 meter, staat derde in het 500 meter klassement. Geen Nederlanders bij de eerste 8. Gerard van Velde staat negende met een puntentotaal van 75. Om te beginnen kijken we naar Michael Vostroknutov uit Moskou, 23 jaar. En dit is zijn tegenstander Lars Funke uit het Duitse Erfurt. Hij is 21 jaar. Ook hier geldt dat de slechts geclasseerden uit het klassement om de wereldbeker in de eerste ritten vertrekken. Deze mannen zijn dus voor dat klassement niet echt van belang. De opening is mooi, meteen al onder de 10 seconden door Funke. 9,99. Bij de vrouwen hebben we veel verbeteringen gezien van persoonlijke toptijden op deze afstand. Als dat bij de mannen ook het geval is, dan zou het wel eens heel hard kunnen gaan hier. Funke een beetje met een gebrekkige techniek door die laatste binnenbocht. Maar hij houdt tempo. Maar de ritzegen gaat toch naar Vostroknutov. 37,51 om 37,57. Geen persoonlijke records voor deze rijders. In de tweede rit komen we ook meteen de tweede Duitser tegen, Matthias Pfeiffer. Hij is al één keer vals gestart en zal dus een beetje uit moeten kijken. En zijn tegenstander komt uit Canada, uit Toronto, de 30-jarige Pat Kelly. Goed gestart nu. Persoonlijk record van Pfeiffer staat op 37,97, dat van Kelly op 37,11. En hier is de opening van Kelly gelijk aan die van Funke in de eerste rit. Kelly reed een redelijk wereldkampioenschap sprint een paar weken geleden. Hij eindigde daar als 16e. Komt hier heel ruim uit die bocht. En ook hier is sprake van een spannende finish. 37,56 om 37,58. En voor Pfeiffer betekent dat een nieuw persoonlijk record. Verbetering van 0,4 van een seconde. En dat is een mooie opsteker voor Pfeiffer aan het einde van dit seizoen. Hier staat de nummer 2 van het Noorse sprintkampioenschap, Groende Njus. Vorig jaar was hij nog de beste sprinter van zijn land, maar Roger Ström is hem voorbijgestreefd. En datzelfde verhaal geldt een beetje voor Yasushi Koroiwa uit Japan. Ook jarenlange man die op de internationale toernooien meedeed. Maar inmiddels door wat jongere landgenoten is gepasseerd. Met als consequentie bijvoorbeeld dat Koroiwa er niet bij was. Althans niet als deelnemer toen het wereldkampioenschap sprint een paar weken geleden in zijn land werd gehouden. 9,97 is niettemin de uitstekende opening van Koroiwa. Die een persoonlijk record heeft staan van 37,09 dit seizoen gerealiseerd. En die Japanners, ja, het is altijd een genoegen om te kijken, wou ik zeggen, hoe die laatste binnenbocht nemen. Nou, dat moet je dus niet afroepen, dat soort dingen. Want dan gaat het meteen mis. Koroiwa miste daar een slag in die laatste binnenbocht. Dat kost hem ook de ritzegen. Njus gaat winnen in de tijd van 37,59. En dat is voor de Noor een evenaring van zijn persoonlijk record. 38,01. Natuurlijk als gevolg van die misslag voor Yasushi Koroiwa. Die heeft echt wel eens betere tijden gekend. Nog eventjes terug naar die laatste binnenbocht waar Japanners over het algemeen zo goed doorheen komen. Maar hier bewijst Koroiwa dat ook Japanse sprinters slechts mensen zijn en ook wel eens in de fout gaan. Timo Jankowski uit Duitsland, 25 jaar. En hier staat de tweede Koroiwa, Toshiyuki, van zijn voornaam geheten. Man met een geweldig persoonlijk record, 36,81. Maar voor hem geldt hetzelfde als voor die andere Koroiwa. Er zijn tegenwoordig in Japan sprinters die het beter kunnen. Persoonlijk record van Jankowski overigens staat op 37,26. En kijk eens, die Duitser, die flitst uit de start. 9,73. Een onwaarschijnlijk snelle opening voor deze Timo Jankowski.
Ja, dan gaat het om die 400 meter die na die eerste 100 nog volgen. En dan zie je dat Jankowski al in moet leveren. Dit gaat helemaal verkeerd. Hij komt in de verkeerde baan terecht, Kuroiwa. Ja, en daar heeft toch je tegenstander behoorlijk nadeel van. En dat zou wel eens op een disqualificatie kunnen uitdraaien. Kuroiwa wint voorlopig in 37-29. De snelste tijd tot nu toe. Tegen 37-63 voor Jankowski. Maar dit muisje zou nog wel eens een staartje kunnen krijgen. Kijk eens even hoe ook deze Kuroiwa volledig die binnenbocht mist aan het eind. En dan voor Jankowski langs in die buitenbaan terechtkomt. Hij finisht dan uiteindelijk wel in de goede baan. Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Toshiyuki Kuroiwa. Roger Ström uit Sandefjord in Zuid-Noorwegen. En hij rijdt op deze 500 meter tegen een Oostenrijker, Ronald Brunner. En u ziet daar de man met de vlaggetjes op de achtergrond staan die aangeeft dat Brunner al één keer vals is gestart. Nu goed weg. De persoonlijke toptijd van Ström is de snelste van deze twee rijders. 37-53. Gereden op de indoorbaan van Hamar. En ook hier weer een opening onder de 10 seconden. Het is bijna meer regel dan uitzondering vandaag hier in Heerenveen. Ja, weer problemen in die laatste binnenbocht. In dit geval dus voor Ronald Brunner. Ook hij komt helemaal in die buitenbaan terecht. Maar in dit geval heeft zijn tegenstander er geen nadeel van. Ström wint in 37-07. Een nieuw persoonlijk record en een nieuw Noorse record ook. Hoewel dat eigenlijk niet officieel erkend wordt, want de Nooren erkennen dat alleen als het op Noors ijs gereden wordt. 38-42 inmiddels voor Brunner. Dankzij die rare misser in deze laatste binnenbocht. Kijk eens, hij moet helemaal overeind, is volledig zijn balans kwijt. Ja, dat kost tijd en punten vandaag. Zo langzamerhand komen we dan bij de wat gerenommeerdere sprinters terecht. Als we kijken naar André Bachvalov, de 29-jarige Rus. En de Koreaan Yeonman Kim. 14e en 15e staan ze in het klassement. Kleine beweging was dat nog duidelijk zichtbaar bij Bachvalov, maar de starter laat het doorgaan. ...9,91 voor Kim. Jongens, jongens, wat gaat het nog snel op die eerste 100 meter. Bachvalov, ja, is ook een man die een beetje over zijn echte top heen heeft. Jarenlang heeft hij op de wereldkampioenschappen sprint zich bij de eerste 3, 4, 5 gereden. Dit jaar was hij er niet eens meer bij. Omdat er andere Russen zijn die het beter kunnen. En dat bewijst hij hier. Zijn top is voorbij, want hij gaat al wankelend door de laatste buitenbocht notabene. Kim wint dus gemakkelijk die rit. In een mooie tijd, 36-94. Opnieuw de verbetering van een persoonlijk record. 38-14 is dat voor Bachvalov natuurlijk bij lange na niet. Maar Yeonman Kim laat hier zien dat er mogelijkheden over zijn hier op dit snelle ijs in Heerenveen. En wat doet Bachvalov daar in die laatste buitenbocht? Ja, dit. ...36-94, dat is een hele mooie tijd voor de man uit Korea. En hier staat een landgenoot van hem, Sungjul Yegal. Nummer 11 uit het wereldbekerklassement. Tegen een vrij onbekende nieuwkomer, ondanks zijn 22 jaar. Sylvain Bouchard uit het Franstalige deel van Canada. Hij komt uit Quebec. 37-40 is de snelste tijd die Yegal ooit op de 500 meter realiseerde. Maar ook hij gaat er snel van tussen. Prachtig, die korte, vinnige slag van de Koreanen. Beetje gekopieerd van het Japanse sprinten. Yegal heeft het voordeel van de laatste buitenbocht hier. Wel Bouchard. Goed overeind blijft hij niet in de bocht. Uitstekend zelfs. En ook de ritzegen gaat winnen. 37-32 voor Bouchard. Een verbetering van zijn persoonlijk record met 0,2 van een seconde. 37-48 voor Yegal. Die daarmee 0,08 van een seconde achterblijft op zijn persoonlijke toptijd tot nu toe.
Goede prestatie van deze Sylvain Bouchard. En dan gaan we ons zo langzamerhand opmaken voor de Nederlandse inbreng in deze wedstrijd. Om te beginnen in de persoon van Gerard van Velde. Die, hoe je het went of keert, toch in vergelijking met het vorige seizoen, dit jaar een wat teleurstellend seizoen doormaakt. Het brengt hem voorlopig op de 9e positie in het wereldbekerklassement 500 meter. En de beste prestatie die hij tot nu toe leverde was de 8e plaats in een wedstrijd. Deze man is interessant, Manabu Hori, want met Van Velde samen eindigde hij op de gedeelde 11e plaats op het wereldkampioenschap sprint. Deze twee ontlopen elkaar dus helemaal niks. Van Velde veroorzaakt hier de valse start. Dat gaan we dus nog een keer doen. Het publiek is het er niet echt mee eens. Terwijl Aftink glimlachend langs de kant zit. Maar dat kan toch niet zijn vanwege haar prestatie op de 500 meter. Van Velde dus in de herkansing. Zijn persoonlijke record is dit seizoen niet verbeterd. Het stond vorig jaar op 37-40, dat is het nog. Maar Hori heeft er dit jaar wel iets aan gedaan. Die heeft 36-84 gereden. Beetje ingehouden bij die start door Van Velde. Dat moest ook wel na die eerste valse start natuurlijk. En dat betekent dat de Japanner met voorsprong vertrekt. 9,91, maar ook Gerard doet het goed. Met 9,94. Ja, ook voor Van Velde geldt dat hier nog wat eerherstel te halen is natuurlijk. In dit slotweekend van de schaatsers. Maar voorlopig, als deze Hori tenminste op de been blijft, zal hij bij lange na de ritzegen niet kunnen halen. Onze landgenoot. En Hori blijft op de been en komt met meters voorsprong naar de streep toe. En 36-70, de snelste tijd tot nu toe. En een nieuw persoonlijke toptijd voor Hori. 37-27 overigens is ook een nieuw persoonlijk record voor Gerard van Velde. Die voorlopig de 4e tijd noteert in dit sprintgeweld. Dat is niet verkeerd. En een nieuw persoonlijk record rijden aan het eind van het seizoen. Dat is natuurlijk een lekkere opsteker die je meeneemt naar het volgende seizoen. 37-27 voor Gerard van Velde. En dan komen we zometeen bij de nummers 7 en 8 uit het wereldbekerklassement 500 meter. En dus bij de echte knallers zo langzamerhand. Hier staat om te beginnen Yukinori Miyabe. De 24-jarige Japanner. Zijn jongste broer komt zometeen nog. En dit is Viktor Chupira uit Angarsk in Rusland. Ver weg in Siberië gelegen. De valse start wordt hier veroorzaakt door Miyabe. Die tijdens het WK sprinten een paar weken geleden beide keren op de 500 meter. Als 50 meter. En zesde in het eindklassement tegen de 8e plaats van Chupira daar. De Rus opent in 10-0-1. Kijken of die grote Rus zich staande kan houden in die laatste binnenbocht. Dat lukt. Goed. Maar dan gaat het op het rechte stuk ineens weer fout. Dan laat Chupira volledige slag lopen. En dus gaat er weer zegen naar Miyabe met 37-20. Geen persoonlijk record. 37-28 voor Chupira is dat evenmin. Veel misslagen vandaag, niet alleen in de bochten, ook op de rechte stukken. Ja, dat heeft toch te maken met die enorme snelheden die deze mannen ontwikkelen zo langzamerhand. Hier is de volgende Rus, Alexander Golubev. De nummer 4 van het wereldkampioenschap sprint. Waarbij hij 2 keer 6e werd op de 500 meter. En dit is Sean Ireland uit Winnipeg, Canada. De nummer 7 van het wereldkampioenschap. Een prestatie die Ireland met name dankte aan goed gereden 1000 meters. Maar nu veroorzaakt de Canadees hier
Een valse start. U weet waarschijnlijk dat bij deze wereldbekerwedstrijden ook geldprijzen beschikbaar zijn. De totaalwinnaars uiteindelijk per afstand krijgen $6.000. En voor elke afstandsoverwinning, het hele seizoen door, staat dan 2500 Zwitserse franken als prijzengeld. Golubev, persoonlijk record 36-7. En hij opent in 9.62. Goedemorgen. Dit is een buitengewoon snelle opening. En als die Golubev dat nou kan volhouden in die resterende 400 meter, dan gaan we hier naar een prachtige eindtijd. U weet dat het wereldrecord op 36-41 staat, op naam van Dan Jensen, die straks nog aan de start komt. Maar wat kan Golubev na die schitterende opening? 36-45, goeiedag, dat is een nieuw baanrecord hier in Heerenveen. En maar 400ste seconde verwijderd van het wereldrecord. Nou, dat kan nog wat worden straks als we de echte toppers op de 500 meter in de laatste twee ritten zometeen aan de start krijgen. 36-45 voor Alexander Golubev. Een fantastische prestatie, zo laat in het seizoen. Schitterend gereden. Het baanrecord dat stond op 36-46 op naam van Oeyens Mai. De man die we zo noden missen dit seizoen. Maar Golubev verbetert dat dus met 1/100ste van een seconde. En toont aan dat het wereldrecord binnen de mogelijkheden ligt vandaag op deze sprintafstand. Waarschijnlijk niet binnen de mogelijkheden van Igor Zilesovski, die het van de 1000 meter moet hebben. Maar wie weet wel binnen de mogelijkheden van deze man, Yasunori Miyabe. Uit Japan. Bij het WK Sprint. Beide dagen winnaar van de 500 meter. Persoonlijk record 36.49. Gelijk aan dat van Zilesovski. Beide mannen zijn ook houders van het nationale record. Zilesovski voor Wit-Rusland. Miyabe voor Japan. En hier is de openingtijd van Miyabe. 9.82. 2/10 seconden langzamer dan Golubev. Onverwacht succes voor die Golubev, daar was niet op gerekend. En wat is het antwoord van Yasunori Miyabe? Heel diep daar door die laatste binnenbocht, kruipend als het ware. Ruim eruit komend, maar hij blijft op de been. Spannende finish ook. En toch is het Zilesovski die gaat winnen in 36-51. Ook dit is een prachtige tijd natuurlijk. 36-72 voor Miyabe. Geen persoonlijke records voor deze twee. Maar wel absolute toptijden. 36-51 voor Zilesovski. En dat mag ons dan toch doen hopen op een fantastische 1000 meter later vanmiddag. Van deze, zeg ik nog maar één keer, bier uit Minsk. Eén rit hebben we dan nog voor de boeg op deze 500 meter. En dat is de rit tussen de nummers 1 en 2 in het klassement. Dan Jensen, de lijst aanvoeren. Het 500 meter klassement om de wereldbeker. Houder van het wereldrecord. Nog altijd, maar hij was bijna kwijt daarnet. Sergei Klevchenya is de Russische sprintkampioen. En ook hij heeft een heel goed persoonlijk record staan. 36.88. Dit seizoen gereden. Ja, ook hier, ja. Met die geweldige spanning natuurlijk die je voelt, is het moeilijk om echt stil te blijven staan. In dit geval is het Klevchenya geweest die vroegtijdig bewoog. En wat kan met name Dan Jensen als hij weet dat Golubev hier 36-45 reed? Goed gestart nu. De opening van Golubev, de snelste man tot nu toe, nog even terughalen in uw herinnering, was 9.62. Klevchenya zet daar 9.76 tegenover. 9.89 voor Jensen. Jensen die in dit geval toch het voordeel heeft van de laatste buitenbocht. Maar die Klevchenya die zit er dicht achter. Heel dicht. Kijk, daar komt hij al. Wat gaat hij goed door die bocht, zeg. Wat gaat hij fantastisch door die bocht, deze Sergei Klevchenya. En wat wordt dan zijn tijd? Hij wint van Jensen. Dat is verrassend. 36-51.
Nieuw persoonlijke toptijd van Klefchenja, 36-77. Is natuurlijk een uitstekende tijd voor Dan Jansen. Maar afgezet tegen de echte toptijden die we hier gezien hebben, toch een tikkeltje teleurstellend voor de Amerikaan. Die al 6 keer een 500 meter wist te winnen in de cyclus van dit wereldbekercircuit. Maar vandaag toch moet toegeven op de allersnelste tijden. Alexander Golobev, de snelste man van de 500 meter. Met een fantastische 36-45. Ongelooflijk, maar waar. Maart 1993. De uitslag dan van die 500 meter. Een even verrassende als sterke winnaar in Alexander Golobev met die 36.45. De Russen doen het goed, want de tweede Rus deelt met de Wit-Rus Jelisovski de tweede positie met 36.51. En dan heb ik het over Klefchenja. Hori is de beste Japanner vandaag. 36.70, net voor Yasunori Miyabe. Dan Dan Jansen, toch wat teleurstellend op de zesde plaats voor de Koreaan Kim en de Noorse kampioen Roger Ström. En dan gaan we eens even kijken of wij onze landgenoot Van Velde terug kunnen vinden. Dat kunnen we. We zien hem hier staan op de tiende positie met een nieuw persoonlijk record van 37-27. En dat is toch netjes van Gerard Van Velde. En dan de stand van zaken met nog 1 keer de 500 meter af te leggen morgen. Dan Jansen blijft aan de leiding met een behoorlijke voorsprong op Klefchenja. Jelisovski derde. Golobev klimt op naar de vierde plaats die hij deelt met Yasunori Miyabe. En dan gaat het publiek zich gereed maken voor de bijval voor het optreden van deze Nederlander. Arjan Schreuder, 18e in het klassement van de 1000 meter. Tegen Peter Adenberg, de Duitser, die 20e staat in het klassement. Ach, dat is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat om wat ze hier laten zien. Schreuder heeft zich bij het WK Sprint goed gemanifesteerd op die 1000 meter. Op de eerste dag van het WK werd hij 7e op die afstand. En daarmee reed hij zich toch eigenlijk in de Olympische kijker, zou je kunnen zeggen. 7e op een afstand bij een WK. Dat wil nog wel eens iets zijn waar Olympische keuzeheren gevoelig voor zijn. Schreuder dus duidelijk met de blik op Lillehammer. En hij wil dat hier graag eventjes bevestigen. Opening 17:61. Arjan eindigt uiteindelijk als 20e op het WK Sprint. En dat was net genoeg om in ieder geval een derde startplaats voor volgend jaar te bemachtigen voor Nederland. Voorsprong voor Schreuder ten opzichte van Adenberg is op zich al verdienstelijk. 45.15 is redelijk. Daar komt Adenberg. Maar Schreuder gaat achterlangs kruisend op weg naar de laatste binnenbocht. Marian heeft een persoonlijk record staan dit seizoen gerealiseerd van 1:16:39. En daar zou wat aan gedaan moeten worden eigenlijk vandaag, vind ik. We zien de prestatie van de andere deelnemers. Daar komt die eindtijd van Schreuder. 1:16:39 het persoonlijk record. Nou, dat gaat er dik aan, hoor. Goeiemorgen zeg. 1:13:69 met een slotronde van 28:05. Een prachtige prestatie van Arjan Schreuder. 1:14:27 inmiddels voor Peter Adenberg. Maar die tijd van Schreuder, ja, dat is een hele mooie tijd. 1:13:69, want niet alleen dat dat een nieuw persoonlijk record is. Het is een nieuw Nederlands record. Want dat stond met 1:14:03 nog altijd op naam van Arie Loef. En daar is dus nu een einde aan gemaakt. Arjan Schreuder, de nieuwe Nederlandse recordhouder op de 1000 meter. 1:13:69. Prachtige prestatie. En dan bent u nu rechtstreeks verbonden met de Tialval in Heerenveen. En kijkt u in het gezicht van André Bachvalov, bezig aan zijn laatste ronde op de 1000 meter. En we hebben het dan over paar nummer 7, waarin de Canadees Pat Kelly zijn tegenstander is. De laatste meters voor deze twee. Een overwinning voor Kelly, 1:14:58. Tegen 1:14:79 voor Bachvalov. Allemaal niet zo vreselijk belangrijk. Wel van belang is het feit dat de tijd van Arjan Schreuder, die u zojuist via een opname heeft kunnen bekijken, nog altijd de snelste tijd op dit moment is. Hier heeft u Arjan Schreuder. 1:13:69, dat nieuwe nationale record op de 1000 meter. Dat staat nog trots en vier overeind.
Er zijn twee mannen geweest die tegen elkaar reden, die een poging deden om eraan te komen en dicht in de buurt kwamen. Dat waren Yasunori Miyabe, die 1.13.75 reed, een nieuw Japans record. En Toshiyuki Koroiwa, die 1.13.90 reed. Maar het waren prima tijden, maar niet goed genoeg om die van Schreuder te overtreffen. En inmiddels ziet u dus klaarstaan Nico van der Vlies, tweede Nederlander. En die andere, namelijk Yukinori Miyabe uit Japan. Nico van der Vlies, ook lid van de nationale sprintselectie van coach Wopke de Vecht. Een beetje een pechseizoen met een valpartij op het Nederlands kampioenschapsprint op een van de afstanden. En ook hij zal graag een nieuwe toptijd realiseren hier. De opening 17:31 voor van der Vlies maakt dat in principe nog mogelijk. Want zijn persoonlijk record staat op 1:15:12. En dat van zijn tegenstander in de rit Miyabe is een dikke seconde beter in 14:02. Allebei toptijden die dit seizoen gereden zijn. Even het handje daarbij voor Van der Vlies. Maar hij weet er goed doorheen te komen. Op weg naar de 600 meter. Nog altijd een kleine voorsprong voor onze landgenoot. 45:08. Dat is een mooie tijd, want nog 700ste van een seconde sneller dan Arjan Schreuder was. Maar Arjan had een fabelachtige slotronde. En het is maar de vraag of Van der Vlies daar aan toe kan komen. Inmiddels moet hij toezien hoe Miyabe in die laatste binnenbocht onderdoor komt. En dus naar de ritzege gaat. Een dikke overwinning toch nog voor de Japaner. 1:14:01, de vierde tijd op dit moment. En 100ste verbetering van het persoonlijk record. En 1:15:12 voor Nico van der Vlies. Die daarmee exact zijn persoonlijke toptijd tot vandaag evenaart. Want één keer eerder ook had hij al die 1:15:12 gereden. De 20-jarige man uit Petten. Geen nieuw persoonlijk record dus, maar een evenaring. Nou, ik denk dat Nico daar ook best tevreden mee is vandaag. Maar het Nederlands succes voorlopig komt dus van Arjan Schreuder. Of het moet al zijn dat hier Gerard van Velde nog voor een absolute sensatie gaat zorgen. Hij staat, net als zijn tegenstander, de Canadees Sylvain Bouchard, op een gedeelde zevende plaats in het wereldbekerklassement op deze afstand. En Gerard heeft een persoonlijke toptijd staan van 1:14:70. Maar als we weten dat Arjan Schreuder zijn persoonlijk record van 1:16:39 bracht op 1:13:69. Dan zal Van Velde toch ook wel wat willen laten zien. Op het sprint WK in Japan was Gerard respectievelijk 9e en 8e op de beide 1000 meter die daar gereden werden. Maar echt tevreden over zijn optreden in Japan was hij toch niet na afloop. Maar gesterkt ongetwijfeld door zijn nieuwe persoonlijke toptijd op de 500 meter. Eerder vandaag gereden zal Gerard aan deze 1000 beginnen. En dan pakken we de tussentijden van Arjan Schreuder de toma weer even bij. Met nogmaals in het achterhoofd een geweldige slotronde van de man uit Den Ulp. 200 meter tijd van Schreuder was 17:61. En hier staat 17:32 voor Van Velde. 0,3 van een seconde sneller. Het gaat om dat laatste stukje. En het zou lekker zijn als Van Velde nou eens een keer een vlekkeloze 1000 meter afleverde. Bouchard komt onderdoor met die wijdgenomen binnenbocht. Tussentijds Schreuder was 45,15 hier. 45:07 voor Van der Velde. Nog altijd sneller dan Schreuder. Maar nogmaals, Arjan had een enorm snelle slotronde. En als we zien naar de moeizame bewegingen van Van Velde nu toch al, dan heb ik zo'n flauw vermoeden dat hij aan die slotronde van Schreuder niet toekomt. Maar het kan nog altijd een mooie tijd worden voor Gerard. Hij gaat de rit weliswaar verliezen van Bouchard. Op zich is dat een tegenvaller. Maar die Canadees doet het erg goed. 1:14:40 is inderdaad het tweede persoonlijk record dat Van Velde vandaag verbetert. 1:13:97 is een dik nieuw persoonlijk record voor de Canadees. Die daar buitengewoon blij mee is.
Maar ik denk dat ook Van Velde tevreden is over zijn optreden vandaag. Nieuw persoonlijk record 500 meter. Nieuw persoonlijk record ook op de kilometer. En dat zijn toch aardige opstekertjes zo aan het eind van dit toch niet zo succesrijke seizoen. Inmiddels staat de Oostenrijker Roland Brunner aan de start. De nummer 5 uit het 1000 meter wereldbekerklassement. En zijn tegenstander is Sean Ireland, de Canadees, die zesde staat in dat klassement met 3 punten achterstand op Brunner. Brunner reed geen geweldige WK-sprint, hij werd 19e. Ireland deed dat wel, die eindigde op de 7e plaats. En dankte dat mede aan 1 keer 5e en 1 keer 6e te eindigen op de 1000 meter. Persoonlijk record van de Canadees 1:13:23. Brunner opent 17:3 om 17:4. Brunner die vreselijk zijn best doet om het schaatsen in Oostenrijk nog een klein beetje allure mee te geven. Hij is een van de weinigen die na de generatie Hatschef-Emminger nog een klein beetje mee kan op het internationale podium. 45-3 voor de Oostenrijker op 600 meter. Dat is een acceptabele tussentijd. Maar Ireland is het eigenlijk aan zijn stand verplicht, gezien zijn resultaten op het WK, om deze rit minimaal te winnen. Maar of dat erin zit is hoogst twijfelachtig. Want hier komt Roland Brunner in die laatste binnenbocht onderdoor. Een beetje zwabberend en zwalkend op weg naar de streep. Maar inderdaad, doordat zwalken Ireland toch nog net iets eerder aankomt. 1:14:61 voor de Canadees. 1:14:72 voor de Oostenrijker. En in beide gevallen kunnen we hier niet spreken van een persoonlijk record. Nog twee ritten. Met andere woorden, we krijgen de eerste vier 2-2 aan de start. Als het gaat om dat wereldbekerklassement op de 1000 meter. En hier is om te beginnen Victor Chupira, de nummer 3 uit dat klassement. En zijn tegenstander is Sergei Klevchenya. Allebei komen de mannen uit Siberië, heel ver in het oostelijk deel van Rusland. Chupira uit Angarsk, Klevchenya uit Barnaul. Steden die zo ten noorden van Mongolië op de landkaart teruggevonden kunnen worden. Onderlinge verschil in het klassement om de wereldbeker tussen deze twee, die dus 3 en 4 staan, is 3 punten in het voordeel van Chupira. Deze man dus, en dit is Klevchenya, die dus minimaal de rit zal winnen. Om nog mogelijkheden te hebben voor zijn landgenoot in het klassement te eindigen. Dat zal niet meevallen, want het persoonlijke record van Chupira is 1:14 rond. En dat van Klevchenya staat op 1:14:61. Maar de bedoelingen van Klevchenya zijn duidelijk. Hij opent al snelste, een halve seconde sneller dan zijn tegenstander. 16:9. Dat is niet zomaar een opening. Nee, dat is de snelste opening tot nu toe. Deze Sergei Klevchenya. De nummer 10 van het afgelopen wereldkampioenschap sprint. En de nationale kampioen op de sprintafstanden van zijn land. 44:70 voor Klevchenya. Dat is een hele mooie tijd. Dan is hij ruim 14 seconden sneller dan Arjan Schreuder. Die nog altijd de dans leidt in het klassement van deze 1000 meter. Maar nogmaals, zo'n slotronde als Schreuder reed, zullen er maar weinigen op het ijs kunnen leggen vandaag. De snelste tijd van Schreuder was 1:13:69. En hier komt Sergei Klevchenya, die dat niet haalt, maar er dichtbij komt. 1:13:82. Nieuw persoonlijk record voor de Rus. Chupira valt wat terug met 1:15:50. Bij lange na geen persoonlijk record. En dat betekent dat deze blije man, Klevchenya, waarschijnlijk inderdaad zijn landgenoot in het eindklassement om de wereldbeker 1000 meter is gepasseerd.
En dan rest ons nog één rit. En natuurlijk is dat het klapstuk. Terwijl de hele Nederlandse kolonie in gespannen afwachting is van dat geweldige gevecht dat nu zou moeten komen. Tussen deze zesvoudige wereldkampioensprint Igor Zelesovski. Nagenoeg onverslaanbaar op de 1000 meter. Ook dit seizoen. En zijn tegenstander, de nummer 2 uit het klassement, Dan Jansen uit de Verenigde Staten. Die met de 6e plaats op de 500 meter een tikkeltje teleurstelde. Daar was Zelesovski als 2e verraste. Spanning, nervositeit. Vandaar die valse start voor Dan Jansen. Zelesovski dus nog altijd houder ook van het wereldrecord op deze afstand. 1.12.58, hier in Heerenveen ooit gereden. Een prestatie die hij overigens deelt met zijn landgenoot Pavel Pegov. Die dat meer dan 10 jaar geleden op Alma Ata ook al eens reed. En Jansen was nooit sneller dan 1.13.92. Onderlinge verschil overigens in het klassement van de wereldbeker is zodanig groot dat de eindoverwinning Zelesovski niet meer kan ontgaan. Ook al zou hij hier niet winnen. Maar hij wil natuurlijk wel winnen, want zo zit deze Witrus nu eenmaal in elkaar. Jansen opent in 17.05. Tegen 17.19 voor Zelesovski. En kijkers, daar gaat hij. Eventjes een probleempje met de balans, maar zeer snel gecorrigeerd. En dan krijgen we weer die fantastische kracht van deze man uit Minsk. Vertaald in goede bewegingen op het ijs en resulterend in een enorme snelheid. Maar Jansen gaat goed mee. Wat heet mee? Hij leidt de dans op 600 meter. Met 44.38. Hele snelle tussentijd. En gaat hier dan nog de leidende positie van Arjan Schreuder gevaar lopen. Dat zou normaal gesproken natuurlijk het geval moeten zijn. Maar wat is er aan de hand met Zelesovski? Of is het de schijn die bedriegt? Maar in ieder geval heeft hij er veel moeite mee om zich Dan Jansen van het lijf te houden. Maar lukken doet het wel. Via die laatste binnenbocht gaat Zelesovski af op de winst in deze rit. En wat wordt dan de tijd? Jawel, 1.13.05. En weer is hij de snelste op de 1000 meter. En weer is hij de onaantastbare nummer 1 op deze afstand. En dus onderstreept hij eens te meer dat alleen hij de rechtmatige eigenaar kan worden van de wereldbeker op de 1000 meter. Ook dit seizoen. Zelesovski niet te kloppen op de 1000 meter. Ook vandaag wint hij weer. Jansen wordt 2e. Zij 2 zijn sneller dan Arjan Schreuder. Maar niettemin is het voor onze landgenoot natuurlijk een prachtige prestatie geweest. Dat nieuwe nationale record van 1.13.69. Igor Zelesovski is een man die we al heel lang kennen. En die al zo vaak zo'n goede 1000 meter heeft gereden. Maar het blijft altijd een genoegen om naar die man te kijken als hij bezig is. Dat zal nooit vervelen. Igor Zelesovski is een fantastische 1000 meter rijder. En hij bewijst het vandaag eens te meer. Dit is de uitslag van die 1000 meter. Zelesovski, Jansen dus 1 en 2. Maar Schreuder heel knap op de 3e plaats. En die moet dus gewoon naar Lillehammer volgend jaar. Dan Yasunori Miyabe, Sergei Klevchenya, Koroiwa, Bouchard. Verrassend toch wel. En Yukinori Miyabe op de 8e positie. Maar Schreuder steelt natuurlijk de show namens Nederland. Dan hebben we de sprintafstanden voor vandaag in feite gehad. Morgen krijgen we nog de 500 meters weer. Maar dit is het eindklassement van de 1000 meter bij de mannen. Zelesovski wint opnieuw de wereldbeker met een mooi puntentotaal van 200. Een enorme voorsprong op Dan Jansen die 2e wordt. En Sergei Klevchenya die 3e wordt. Dan Chupira, Brunner, Ireland, Bouchard en Yasunori Miyabe. De eerste 8 van het seizoen 92-93 op de 1000 meter. Jongman Kim, ook al uit Zuid-Korea. En Roger Streum, de Noorse sprintkampioen. En wij wachten op de eerste rijder die vandaag onder de 37 seconden finisht. Nou, Streum zal het zeker niet zijn. En Kim moet dan maar alleen verder. 9.82. Dat geeft perspectief. Ja, met waardige valpartij van Strunder op dat eerste rechte stuk.
En dan Kim. Gisteren goed voor 36-94. En nu is hij goed voor iets langzamere tijd, dacht ik. Maar de klok loopt door. We kunnen dat niet exact aangeven, maar het was net boven de 37. Nog even die valpartij van Streum, die hier gewoon volstrekt overbodig en onnodig zou je zeggen, op dat rechte stuk met zichzelf in de knoop komt en dan tegen het ijs smakt. En dan de tijd van Kim, 36-73 toch. Dat is een hele goede tijd, een nieuw persoonlijk record en veruit de snelste op dit moment. En dan Manabu Hori, de Japanner, tegen Gerard van Velde, de Nederlander. Velde realiseerde twee persoonlijke records gisteren op de 1000 meter en ook op deze 500. Bracht het op 37-27. En kijk eens, een opening gelijk. 9-94 voor beiden. Maar Hori won gisteren de confrontatie met een prachtige 36-70. En nou van Velde in die laatste binnenbocht. Niet zijn favoriete stukje van de baan. En ook deze keer levert het de nodige problemen op voor Gerard. Maar goed, hij blijft in ieder geval in het spoor. 36-81 en de tweede tijd staat hier dan voor Hori. En 37-50 voor Van Velde. Die is wat langzamer dan gisteren. Maar de reden daarvoor heeft u duidelijk kunnen waarnemen in die laatste binnenbocht. Hoofdschuddend een beetje. Niet echt tevreden. Hori gaat daar prachtig langs dat randje in die buitenbocht. En hier het moeilijke moment voor Gerard van Velde. En dat scheelt al gauw 1 of 2 tienden van een seconde. Sean Ireland, de nummer 6 uit het wereldbekerklassement, veroorzaakte een valse start. Maar deze man is het aankijken meer dan waard. Alexander Golubev uit Rusland. Hij opende gisteren 9.62. Heeft u dat eerder meegemaakt? Nee. En hij finishte in 36.45. Een baanrecord en slechts 400ste van een seconde verwijderd van het wereldrecord van Dan Jansen. Was dat een uitschieter of kan Golubev vandaag opnieuw vlammen? 9.62 gisteren, 9.79 nu. En nu moet die Golubev aantonen dat hij een op volle snelheid binnenbocht kan lopen. Hij gaat er ruim in, dat is niet onverstandig. En houdt het goed. Gaat een dikke overwinning behalen op Sean Ireland. Maar 36-45 is wel heel snel. Het wordt weer een 36er, 36-83. En opnieuw dus een uitstekende prestatie van Golubev. Voorlopig de derde tijd. Nog twee ritten. En dus krijgen we de vier besten uit het klassement om de wereldbeker op de 500 meter nog in actie. Om te beginnen is hier Yasunori Miyabe, de nummer 4 uit het klassement. En hier is de winnaar van het 1000 meter klassement gisteren, Igor Zelesovski, die op deze afstand derde staat geclasseerd. Allebei hebben ze een persoonlijk record staan van 36-49. Beiden kwamen er gisteren niet aan toe, maar Zelesovski bleef maar 200ste daarvan af. 9-9 voor Miyabe. Maar nu Zelesovski met dat hele grote sterke lijf. Kan die binnenbocht aan? Nou, nauwelijks. Handje erbij ter correctie, maar dat doet hij goed. En ondanks de kracht van Zelesovski gaat Miyabe op het rechte stuk de voorsprong houden. 36-78. De tweede tijd voorlopig voor Yasunori Miyabe. 36-90 voor Zelesovski, die opnieuw een uitstekende 500 meter realiseert. En dan zijn dit de mannen waar het om gaat op de 500 meter in het kader van de strijd om de wereldbeker. Sergei Klevchenya uit Rusland. En Dan Jansen uit de Verenigde Staten. De wereldrecordhouder met 36.41. Levchenia was gisteren tweede. Hij reed 36.51, een persoonlijk record. En Dan Jansen stelde een tikkeltje teleur
met 36-77. Ja, mag je dan van een teleurstelling spreken? Ja, want Jensen werd daar zesde mee. Jensen staat wel 1 in het klassement en met een dusdanige voorsprong dat hem dat eigenlijk niet meer kan ontgaan. Als hij op de been blijft, Jensen, dan mag hij de rit verliezen, maar wint hij toch de wereldbeker. 9-8 voor beide rijders. En wat doet Jensen? Gaat hij risico nemen in de laatste binnenbocht of rijdt hij op safe? Op weg naar die wereldbeker. Oeh, daar ging hij bijna onderuit. Maar gelukkig blijft hij overeind, want het zou een drama geweest zijn. Dan Jensen houdt het. Hij wint de wereldbeker. Hij verliest de rit, want Klevchenja noteert de snelste tijd. 36-54 tegen 36-69 voor Dan Jensen, die daarmee tweede wordt op deze afstand. En zo hoort het ook. De nummers 1 en 2 uit het klassement noteren hier ook de twee snelste tijden op de 500 meter. Met als bijkomstigheid, fijne bijkomstigheid voor Dan Jensen, dat hij de wereldbekerwinnaar over 1992-1993 op de 500 meter is. Nog even die laatste bocht van de wereldrecordhouder. Ook voor hem levert dat problemen op. Kijk maar hier. Maar wat weet hij dat keurig te corrigeren en prima overeind te blijven. En dan de uitslag van de mannen. Klevchenja wint. Weer een rust dus. Gisteren Golubev, vandaag Klevchenja. Dan Jensen gisteren 6, vandaag 2. Kim Knap 3. En Yasunori Miyabe 4. Eindstand om de wereldbeker dan bij de mannen. Dan Jensen wint met een mooie voorsprong op Sergej Klevchenja. Igor Zielisowski wint de 1000 meter beker en wordt hier derde voor de beste Japanner Miyabe. En dan Golubev, de man van de 500 meter van gisteren. Dit is het klassement om de World Cup tot aan vandaag. Ritsma en Zandstra bovenaan. En Adenberg en Schreuder. U weet het, daarom rijdt dus straks Ritsma tegen Zandstra. Adenberg tegen Schreuder. Sundraal tegen Hatschief. En Treuger tegen Ayoya Nagy. Maar we beginnen met deze rit, de zesde. Die tussen Roberto Siegel in de binnenbaan en Jeroen Straathof. Snelste tijd tot nu toe is van de Japanner Naoki Totake 1.55.60. 1500 meter. Persoonlijk record van deze Straathof staat op 1.56.89. En de uw beeld binnenglijdende Italiaan heeft ooit heel erg snel gereden. 1.52.38. Dat werd hij vorig jaar toen hij wereldkampioen werd in Calgary. 300 meter voor de Italiaan is 24-93. Maar dat is goed, zelfs de opening tot nu toe. Ja, de blauwe arm van Barishev, de Russische coach van de Italianen. En de concentratie bij Straathof. Siegel mag wel eens wat laten zien. Deze nummer 5 van het wereldkampioenschap van Hamar. Die dus in Noorwegen zijn titel verloor. Straathof komt door op 700 meter als eerste in 53-6. Ronde 28-4. Krook. En dan vooral zijn achterkant. En daar in de verte dus Barishev. De rollen waren nu even omgedraaid. En Straathof. Wie als hij zo doorgaat. Ja, dat zou een nieuw persoonlijk record zou kunnen denken. We hebben er nog niet zoveel gezien. Op de 1500 meter. 1-23-43. Ja, dat zit erin. Dan komt hij die laatste ronde door. En gaat hij Siegel pakken. Dat kan hij. Als hij nu naar hem toe kruipt. En dat doet hij. Hij geeft veel. Dat is een man die niet zo diep zit. Kijk, hem is mooi geconcentreerd die bocht in kijken. En Siegel die heeft het geld van Dwingelo in de tas. En die heeft verder een heel leuk seizoen gehad. Maar echt hard schaatsen doet hij niet. Want hij wordt hier geklopt door Straathof. En Straathof die gaat een hele goede tijd neerzetten. Kijk eens even. 1.54.13. En die pakt zomaar even 2/16 van zijn persoonlijke record. 2/16 op een World Cup wedstrijd in bijna zomers Heerenveen. Kijk eens hoe blij die is. Jeroen Straathof, de man uit Zoeterwoude. Wereldkampioen was hij vorig jaar bij de junioren.
Dit seizoen kon hij de aansluiting bij de echte grote mannen maar niet vinden. Maar hier laat hij op de laatste dag van het schaatsseizoen 92-93 even zien dat hij heel hard meetelt. Op deze afstand dan, de 1500 meter. Kos zou starten tegen Jonas Schön. Maar Schön heeft het hele seizoen al last van verkoudheden en spierblessures. En ook hier haakt hij af. Dus Kos moet het helemaal alleen doen. En vanmorgen aan het ontbijt nam hij wat suikerbrood. Dat duidt ook al niet echt op grootse plannen. En zei hij, nee, de benen zijn leeg. Ze hebben gisteren een gezellig etentje gehad onderling. Die Noren, trots op dat wereldrecord van deze man. En eens kijken of dat inderdaad overeenkomt met zijn tussentijden. 25-13. Dus is niet zo snel als Sigel in de vorige rit. En hij moet het dus helemaal alleen doen. Johan Kos, die mooie stijl. Die hem gisteren zo vloeiend bracht naar dat fantastische wereldrecord. Straathof kwam door in 53-6. Dat was de snelste tot nu toe. Nee. Kos rijdt voor het publiek. Doet zijn best. Maar gaat niet wat op de bodem. Omdat hij weet dat hij dat niet meer kan. Denk ik. Op naar 1100 meter in zijn solo race tegen de klok 1:23:60. Dat is bijna 0,3 langzamer dan Straathof in de vorige rit. Maar het zou kunnen dat door zijn grotere inhoud dat hij er toch nog een slotronde uitpest die hem dan op het laatste moment nog langs Straathof gaat brengen. 1:54:13 is de te kloppen tijd van Straathof die bovenaan staat na 6 ritten. En hij doet het toch nog hoor, 1:53:61 is goed. 1:53:61 is goed. Maar nogmaals, Kos is vandaag niet super en dat had hij van tevoren al aangekondigd. Wel de snelste tijd tot nu toe voor deze man uit Noorwegen, Johan Olaf Kos. Dan nu een heel interessante rit, want hier is Peter Adenberg. En Adenberg rijdt tegen Arjan Schreuder, de man die gisteren voor spektakel zorgde met dat prima Nederlands record op de 1000 meter. En hij is nu ook klaar voor de start. Net buiten bij het inlopen zeiden, ja, als ik er nou nog één zo'n rondje in de 28 aan kan vastplakken. Ja, zegt hij dan, dan kom ik in de buurt van het wereldrecord. Maar kan hij dat? Hij zei, nou, gisteren had ik nog wel wat over. Ik herstelde snel na die 1000. En hij heeft natuurlijk een goede tegenstander aan die Adenberg. Daar komt de dokter uit Berlijn. 24-87 is niet de snelste opening, maar misschien is dat wel verstandig. Arjan Schreuder. De man die in de luwte van het grote werk van andere kernploegmaten dit seizoen de sprint opzocht. WK. Adenberg nog steeds voor op 700 meter. 28-5. Schreuder maar een tiende langzamer. Kan er nog steeds een hele snelle tijd in zitten. 1100 meter. Ja, ja, 1:22:82. Dat is een prima doorkomst voor Adenberg. Maar ook voor Schreuder natuurlijk. En die moeten nu naartoe. Dat geeft Krook al aan. Is het gat niet te groot om de rit te gaan winnen? Want Adenberg laat het gat niet kleiner worden op dat lange rechte stuk. Maar hier komt de binnenbocht van Arjan Schreuder. Zijn persoonlijke koers staat op 1:53:80. En daar komt hij aan.
Jawel, 1.53.62 is zijn winnende tijd. En hij klopt op de laatste meters Peter Aderberg. 1.53.67. Gisteren een Nederlands record. Nu een nieuwe persoonlijk beste tijd voor Arjan Schreuder. Voor de tweede keer worden ze naar de start geroepen. En dat gebeurt omdat ze net verkeerd omstonden. Met verkeerd om bedoel ik dat Falco eerst in de binnenbaan stond. Goed. Kos, snelste tijd tot nu toe. 1.53.61. Schreuder 2, Aderberg 3. Maar wat doen deze twee? Ritsma, Zandstra. Ritsma bovenaan in het klassement. In de World Cup, Zandstra op de tweede plek. We weten van Zandstra, want daarom start hij niet op de 10 kilometer, dat hij lang verkouden is, dat hij daar last van heeft gehad. Maar wat doet Rintje? 300 meter. 24,85. 3/10 boven de snelste opening tot nu toe van de Japaner. Zandstra overigens stond tot aan gisteren bovenaan de Adelskalender, de wereldranglijst aller tijden. Werd gepasseerd via het wereldrecord van Kos. En zou hier 1.51.78 moeten rijden. Dat is dus een nieuw wereldrecord op de 1500 meter. Wilde hij zich weer aan de top van die wereldranglijst vestigen. Maar dat lijkt, zeker gezien de achtergrond, de medische achtergrond van deze Fries, een groot probleem. Maar het is maar dat u het weet. Hier Ritsma. Kos kwam door in 1.23.6. Kijk eens, 1.22.86. Maar goed, de vorige rit kwam men ook door in de 1.22.8. En toen verloor men dus door de slotronde die door Kos zo goed werd gereden. Zandstra zal nog willen proberen, ondanks verkoudheid en wat al niet meer, om langs Ritsma te komen. En dan krijgen we een fantastische laatste 100 meter. Lemmer tegen Jerdeveen. En Lemmer gaat winnen, want Zandstra heeft niet genoeg inhoud voor de overwinning in deze race. En 1.53.88 betekent dat de man die daar naar binnen verdwijnt de 1500 meter wint. Johan Kos doet dat in 1.53.61 voor Ritsma. Zeker, want Schreuder en Aderberg staan er nog tussen. Hier alles op een rij. Kos voor Schreuder. Heel goed gereden. Een nieuw persoonlijk record. Aderberg, dat konden we verwachten. Ritsma een tikkeltje tegenvallend. Maar goed, zij hebben dus die zware EK's en WK's achter de rug. En Straathof, jawel, hij staat daar heel goed bij. En dat betekent dit voor de kassa. Die rinkelt met het hoogste geluid voor Ritsma. Voor Aderberg, Zandstra, Schreuder, Sundraal en Kos. We zijn aanbeland bij de finale afstand van dit weekend. De World Cup 5 en 10 kilometer. De beste 8 van het klassement gisteren na de 5 kilometer mogen nu meedoen aan de 10. Zandstra dus niet, dat heeft u inmiddels gehoord. Zandstra is verkouden en is moe en wil niet meer. En wij kijken naar Raatke. Hij rijdt in deze rit tegen Ritsma. Maar waar is die dan, vraagt u zich af. Nou, daar is Rintje Ritsma. Maar de man uit Lemmer, die is ook op. Die is helemaal op. Kijk maar naar zijn rondetijden, 36-1. En het is nog erger geweest. En daar waren andere rijders op de 10 kilometer hier in deze fase in de 34ers zaten. Zoals bijvoorbeeld deze Paul Raatke. Goed. We gaan op weg. Want we pakken niet bij het begin op. Dat heeft u gezien. Hier is 10.50.75. En dan is 7600 meter voor de man uit Polen, Jaromir Raatke. Die bezig is op deze manier naar zijn persoonlijke record toe te werken. Hier Ritsma, weer met een 36er. 11.05.87. We zagen het ook aan de bewegingen van Krook. Ja,
Die begrijpt ook wel dat het allemaal leeg is, dat het allemaal op is. De grote toernooien zijn geweest. We hebben al zo vaak moeten pieken. We reden nog even mee voor de centen, maar dan moet hij wel doorrijden. Raadke doet niet mee voor de centen, althans niet voor het grote geld op deze World Cup. Maar omdat hij bijna alle World Cups heeft meegedaan en daar altijd gemiddeld eindigde, mocht hij wel in die laatste acht komen. Ritsma is op 8400 meter. En Raadke is al verder. Hij gaat naar 8800 meter. 12.01.90 voor Raadke. 35.7. Voor hem wordt het nu ook duwen dus. Ritsma. Aangemoedigd door zijn compaan Zandstra. Die hem nog een bemoedigend klopje op de schouder gaf. En die zegt van, nou, ik hoef lekker niet meer. Maar doe jij je best maar. 12.18.18. Hier gaat Kop 8800, 12.37.65. Rondetijd 35.7. Hij heeft lang tot aan de 4800 meter steeds onder de 34 gezeten, Raadke. En dan ziet het nu ook snel oplopen. Een 35.6 voor Ritsma. Die zo tegen het einde van de race op 8800 meter door het diepste dal heen lijkt. Hij gaat naar 9200 meter. Jaromír Raadke. 13.65. Dat betekent dat hij in de buurt, dat hij net zijn persoonlijk record waarschijnlijk niet gaat verbeteren. Snelste tijd tot nu toe. We hebben twee ritten gehad. Naam van Kjell Storelid. De Noor. Terwijl men al juicht omdat Ritsma weer onder de 36 zit. De Noor Storelid. Die van zijn persoonlijk beste tijd tot nog toe 26 seconden ruim afknabbelde. En dat is knap van World Cup. En Ritsma die ploegt moeizaam voort. Raadke hoort de bevrijdende bel. 13.49.20. Rondetijd 25.5. En weet dat toch snel in de laatste twee ronden. Ritsma was daar al aan bezig. Maar bij hem helpen die versnellingen niet zoveel meer. Omdat hij in het middengedeelte van de race ineens naar de 36-4 klapte. Dat deed hij op 5600 meter. Maar goed, het zij hem vergeven. Het is tenslotte de plicht om hier die 10 vol te maken. Maar het echte goud en zilver voor hem dan brons werd eerder het seizoen verdiend. 14-24-94 voor Jaromír Raadke. En hier komt die andere moe gestreden rijder uit deze rit, onze landgenoot, die ons zoveel plezier verschafte dit seizoen met zijn prachtige klasseringen op EK en WK. Daar zal hij volgende week aan terugdenken in Lemonnières als hij op de ski staat. Dit was de winnaar van deze rit, Ritsma. Voorlopig zesde, dat is niet de plek waarop hij hoort. Maar het echte vuurwerk komt natuurlijk nu. Veldkamp tegen Kos. En als ik zeg vuurwerk, dan gaan we ervan uit dat Bart Veldkamp nog een keer alles wil en misschien ook kan geven op deze 10 kilometer. De Nederlandse recordhouder die gisteren ook het Nederlands record op de 5 kilometer pakte. Dus met zijn fysieke gesteldheid staat het wel goed. En hij moet het dus opnemen tegen de man die gisteren het fantastische wereldrecord op de 5 kilometer vestigde. Zijn eigen record verbeterde deze Johan Kos. 400 meter. Voor Veldkamp 36.61. Snelste tot nu toe. Deze races tijdens de World Cup. Wat ga je doen, Bart? Vroegen we voor de race. Nou, hij zei, laat me nou eerst het maar eens van Kos winnen in een rechtstreeks gevecht. Als ik dat weet, dat ik dat kan, dat helpt volgend jaar. Als het ooit ook eens zover mocht komen dat we tegen elkaar
moeten rijden op een hele belangrijke race. 800 meter. 1:09:17. 32:05. En Bart laat even zien na twee rondjes wat zijn bedoelingen zijn. En hoe is het dan met Kos? Nou, die zijn vanmorgen aan het ontbijt. Ja, ik ben leeg. Ik heb het wel gehad. Ik ben tevreden met mijn wereldrecord. Ik geloof niet dat ik er nog een keer alles kan uitgooien. Maar vervolgens redt hij dus wel de snelste 1500. Die hij overigens heel rustig begon. En niet super eindigde, maar hij won dus wel. Veldkamp. 1:42:02. En weer 32:08. En 1:42:02 is, maar we moeten dus nog 9 kilometer bijna, exact de doorkomsttijd van Kos tijdens het wereldrecord van Heerenveen. 1991, toen gevestigd tijdens het wereldkampioenschap. Maar laten we daar nog even afstand van nemen van dat wereldrecordschema. Als we kijken naar 1600 meter. 2:14:76. 32:07. Kost telkens 3/10 achter Veldkamp. Het verschil is 40 meter. Kost nu voor 2 binnenbanen. En Veldkamp op weg naar de 2 kilometer. Boven in beeld de wereldrecordpassage van Kos. Veldkamp zit daar dus iets onder. 3/10 en 32:06. Tijdens het wereldrecordrace had Kos in deze ronde een 33er. Dus naar de waarschijnlijkheid zal Veldkamp weer een paar tiende winst boeken op dat schema nu. Als hij in de 32 blijft rijden. Links het handje van vader. En hier de 32er. En weer 14e winst. Dus nu 17e voor op het wereldrecordschema. Maar de eindstreep is nog heel ver. Vader Hans, ooit een fanatieke wielrenner. Het fietsen zelf net zo fanatiek als Bart. Schaatsen trouwens ook. Maar na afloop was hij altijd wat rustiger. Hans Veldkamp gebruikte zijn agressie meer in de strijd. Bart doet het ook wel eens daarna als het niet goed is gegaan, dat weten we. Maar daar hebben wij mee leren leven, want we hebben hier een Olympisch kampioen in de baan. En die gaat naar 3200 meter. Hij zit er nu dus iets boven. Hij is rustig begonnen en misschien is dat wel verstandig. Voor zover je daarover kunt nadenken. En voor zover je het kunt uitvoeren. Wat je hebt bedacht. Goed, hij gaat weer naar vader. Hij heeft dus twee coaches. Wat zegt vader? Explosiever, explosiever. 4:59:27. Daar staat Kroop. Drie tiende boven het wereldrecordschema van de man die achter hem rijdt. Dat is een sluipmoordenaar. Doe jij het werk maar, Veldkamp. Zoals trouwens zo vaak. In veel races waar het ergens om gaat, laat Kos Veldkamp gaan. Om hem dan tegen het einde voorbij te gaan. 4000 meter. 5:32:66. 33. Jawel, en kijk naar die halve seconde die Kos in deze ronde sneller is. Een hele andere race.
qua opbouw in vergelijking met Hamar, 2K. 4400 meter. 6-0-6-68. En heeft hij zijn hand overspeeld? Jawel, want hier is Kos. 34-0 tegen 32-9. Dan moet je er toch naast zien te komen. Nu gaan we aan deze rondetijd zien wat er met Bart is gebeurd. Kos 32-9 en Bart 34-2. Het is over en uit. En dat al op 4800 meter. Kan hij zich herstellen? Hij moet inhouden voor Kos. Die op de buitenbocht kwam. En nu zijn de rollen dus omgedraaid. En dat gebeurde zomaar even in twee ronden. Van 33-3 naar 34-0 en 34-2. Hier komt Kos op 5200. 7-13-42. Dan is het toch weer die dekselse Noor die iedereen voor de gek houdt. Zeggen ja, ik ben leeg, ik heb al een wereldrecord en ik heb een biertje gedronken gisteravond. Dat heeft hij ook gedaan. Maar hij neemt hier het initiatief. Langs de kant ziet Paafveldkamp leidzaam toe hoe ze zo niet harder kan. 5600, 7-46-73. Bart gaat naar de 34-6. Kos zit 4 seconden ruim boven zijn eigen wereldrecord schema. Bij een licht oplopend schema zou je dus in de buurt van de 13.50 kunnen komen, wat heel mooi is. Zes kilometer, 8.20.11. 33.3. Mooi constant. 34.9 is ook constant, maar dan met een spiraal naar beneden. Kos tegen Veldkamp op de 10 kilometer. Op weg naar 6400 meter. Veldkamp die zo sterk begon. In de eerste 6 ronden ruim onder het wereldrecord zat. Kos op grote achterstand zetten. Maar daarvoor nu de tol moet betalen. Want op 4400 meter, of vlak daarna althans, ging Kos deze man voorbij. Het hoofd gaat al lichtjes naar beneden. Bart heeft moeite om de Noor nu bij te houden. Hij moet echt harken, zoals hij dat zelf noemt. Kijk maar eens. Want Kos is al op 6800 meter. Zit zo'n 5 seconden boven zijn eigen wereldrecordschema inmiddels. Uiteraard, want als je 34ers rijdt, zijn eerste trouwens, dan lig je ver achter op de hoge 32ers die je destijds reed. Johan. Hier ook in Heerenveen. 13.43.54 is het wereldrecord. Die vestigde in 91 tijdens het wereldkampioenschap. 7200 meter voor de Noor. 10.02.77. 34.5 voor Kos. Bart zit daar 7 seconden achter. 34.6. Hij kan nu die hoge 34ers consolideren. Wie weet dat hij zich wat kan herstellen. Daar Kroop, die net al moest schrikken. Tenminste, ik neem aan dat hij dat niet verwacht had van die inzinking bij Ritsma. Maakt nu hetzelfde mee bij deze pupil. Kos rijdt een 34er nu ook. 34.6. Dat gaat nu ook ineens dan heel hard naar beneden. En daar is Bart. Ja, ja. Hij zit met zijn vingers aan de rand van de kuil. En probeert zich met al die verzuurde spieren weer omhoog te trekken. En dan wordt het toch nog leuk.
Het wordt geen wereldrecord, het zal geen Nederlands record worden, maar het wordt nog een leuk raceje in de laatste 6 rondjes. 11-11-80. 8000 meter. Bart pakt weer 7/10 van de seconde. Ritsma was de man die de vuist liet zien in de bocht. Maar het is nog ver hoor. Dan doe ik niet de eindstreep, dan moet ik de afstand tot het achterwerk van Kos. Bart in de buitenbaan. Meter. Bart weer 16e sneller. We gaan nu zien of hij door die twee binnenbanen in de buurt gaat komen van Kos. Afstand is nu nog 30-40 meter. 8800 meter. 12-19-99. Kos heeft Bart zien aankomen. Gaat zelf wat sneller rijden, maar Veldkamp pakt weer een halve seconde. Een molenwieken staat Krook Veldkamp aan te geven dat het er nog in zit, die ritoverwinning. Twee beste 10 kilometer rijders van dit moment. 9200 meter. 33-8. Ja, want de Noor heeft dus ook nog wat over. 33-8 ook voor Veldkamp, die dus geen steek dichterbij komt in deze ronde. Nu twee binnenbochten krijgt. Ja, het is nog steeds 50 meter. Dat gaat hij niet redden. Hoe hard hij ook gaat in deze ronde. Want Kos gaat op weg naar de bel. Hij doet dat 13-28-05. 34-1. Bart ook 34-1, want hij heeft gezien dat het niet meer lukt. En dan zijn dit de laatste meters in officieel wedstrijdverband van die twee 10 kilometer kanjers. Veldkamp en Kos. Kos die geen goud kreeg op grote toernooien. Wel 2 keer het wereldrecord de 5 kilometer pakte. En verbeterde dus. En eindigde in de beste tijd tot nu toe. 14.02.25. 14.06.48 voor Veldkamp. De tweede tijd tot nu toe. Dat betekent dat Bart Veldkamp 3 punten verliest aan Johan Kos in de World Cup stand. Maar dat mocht hij. Hij heeft tenslotte 11 punten voor. Hier de uitslag 10.000. Kos voor de man die in beeld naast hem rijdt. Veldkamp storen liet. Heel knap hoor. Nogmaals 26 seconden ruim van zijn persoonlijke record af. Ritsma tegenvallend op een achtste plek. En wat betekent dat voor de eindstand in deze World Cup? Wat Veldkamp wint. Ook hij gaat op vakantie, maar met de wetenschap dat hij $6000 in zijn hand krijgt. Evenals Ritsma vanwege de 1500. En Ritsma plakt daar nog een rekening van $3000 bij. Omdat hij Zandstra voorbij gaat. Omdat Zandstra dus niet meereed. Hier de mannen op de 10 kilometer, nummer 1 en 2. Ja, de vader van een van hen. En hij krijgt een beer. Pa ook blij.